Chronisch nierfalen blijft een groeiende uitdaging met jaarlijks toenemende dialysegevallen en sterfte. In Suriname werken NIPRO, EFS College, COFAP en Kersten Distributions samen om de zorg voor nierpatiënten te verbeteren. Dit partnerschap heeft geleid tot de training van 48 dialyseverpleegkundigen en 16 technicians en de inrichting van een praktijklokaal. Tussen 11 en 15 november 2024 vindt het praktische deel van de training plaats, met gesprekken over verdere samenwerking om kwalitatieve zorg en levenskwaliteit voor nierpatiënten te bevorderen. Het directoraat Visserij van het ministerie van LVV is gestart met de inspectie van vissersvaartuigen en vistuigen voor de vergunningen van 2025. Een proces dat loopt van 14 oktober tot 30 november 2024. Vissersvaartuigen krijgen een unieke tag op de boeg die dient voor identificatie en digitale registratie. Ongeveer 1200 vaartuigen worden geïnspecteerd, maar alleen vaartuigen met een SK-vergunning krijgen een tag. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen via het SEARCH-project in samenwerking met de Wereldbank. Dit project verstrekt financiële hulp aan ondernemers door middel van een matching grant waarbij al 56 bedrijven zijn geselecteerd. Minister Reshma Kuldeep Singh overhandigde op 4 november 2024 officieel apparatuur aan ondernemers, waaronder Green Growth Garden, dat onder andere een 4x4 ATV ontving. De minister benadrukte de inzet van de regering om ondernemers te voorzien van benodigde apparatuur en exportkansen te bevorderen.